Weet je, zo dankbaar dat we hier kunnen zijn met elkaar in een eenheid, hem te aanbidden. Vader, dank u wel dat we hier zijn voor uw glorie, dat we u groot kunnen maken. Dank u wel, Heer, voor de voorbereidingen die zijn gemaakt in alle opzichten. Vader, dank u wel voor de krachtige werking van uw Heilige Geest. Vader, dank u wel voor de gave van uw woord, dat een blauwdruk is voor ons beste leven. Dank u wel voor de belofte dat u aanwezig bent hier in ons midden, dat buiten onszelf omgaat en ons hulp geeft. Vader, ik bid voor vuur en ik bid voor wijsheid en waarheid in dit huis. Voor nooit meer dezelfde. En dat de overwinning zal zijn, ons deel zal zijn. De overwinning is ons deel, maar dat we het zullen ontvangen. We spreken dat in de naam die ons gered heeft. Onze leeuw en ons lam. Onze verlosser, onze verzoener, onze hersteller, onze hoge priester. En zijn naam is Jezus. In die naam bidden we. Amen. Amen. Ga lekker zitten. Van de zomer waren we een paar dagen in Zeeland. Het was precies in de periode van de hittegolf. Ontzettend warm. Zo kun je maar één ding doen. Het water opzoeken. Of verkoeling. Nou, dat kan in Zeeland. Maar wat mij altijd triggerde in Zeeland, waren de deltawerken. En als kind op de lagere school zijn we in 1979, ik kan me goed herinneren, op schoolreisje naar de deltawerken geweest. En ik weet nog of we daar waren. En er waren allemaal van die maquettes met de jaartallen bij, 1984, 1986, wanneer het allemaal klaar zou zijn. Want toen de tijd waren ze nog bezig om die stormvloedkeringen te bouwen. En mijn wens was nog altijd een keertje om eens een keer over de Oosterscheldekering te fietsen. En dat is gelukt. Die kering is genoemd een van de 7 moderne wereldwonderen. Hoe bijzonder is dat dan als je erover kan fietsen? Maar die deltawerken, die zijn met zijn dammen en zijn stormvloedkeringen, die zijn er niet voor niets. Er ging pijn, er ging moeite en er ging verdriet aan vooraf. Een stormvloed en springtij in de nacht van 1 februari 1953 zorgde ervoor dat het water tot extreme hoogte steeg. Met als gevolg dat dijken doorbraken en een groot deel van Zeeland werd verrast door het water. Veel mensen verdronken. Het water dat een alles verwoestende slag heeft geslagen in Zeeland. En dat zet je even stil en je denkt erover na. Weet je, dit is hier niet voor niks. Die deltawerken zijn niet voor niks. De deltawerken zijn een verdedigingssysteem ter bescherming tegen hoogwater van de zee. En alle maatregelen zijn genomen zodat we, zeg even, dat we nooit meer verrast zouden worden door het water. En een van die dingen die dat gevecht met het water symboliseert, is de Zeeuwse vlag. En daarom ligt die hier en heb ik meegenomen. Die Zeeuwse vlag, die verwierf bekendheid door de watersnood. Hij bestond al eerder, maar hij verwierf bekendheid door de watersnoodramp. Die de strijd met de zeeuwen tegen het water in het middelpunt zette van een wereldbelangstelling. Dat is zo bijzonder. Er zit een leeuw die erop staat. Een leeuw. De tegen het water opklimmende leeuw werd zo het symbool van strijd, van lijden en een internationale solidariteit. Het wapen met de spreuk. Er staat een andere spreuk op. Maar er staat op: ik worstel en kom boven. En dat is ook mijn titel van mijn boodschap deze zondag. Ik worstel en ik kom boven. Ik zal even keurig netjes neerleggen. Dat hoort bij een vlag. Dat heb ik gehoord. Het is zo. We zijn soms door situaties heen gegaan. Doorheen geworsteld, maar we komen boven. De maatregelen voor onze worstelingen, de maatregelen voor onze zonden zijn betaald aan het kruis. Zijn behaald en betaald aan het kruis. We hebben de overwinning behaald in hem. Onze leeuw, onze leeuw, de leeuw van juni, de leeuw van Juda, sorry. De koning der koningen, de Heer der heren. Hij heeft de overwinning behaald. En hij is onze kracht. Ik worstel en kom boven. Dat is precies ook wat ik zelf heb meegemaakt. Ik kom uit een gezin met 8 kinderen. Mijn zusje en ik hebben ieder jaar, waarin we anderhalve maand even oud zijn. Hoe kan dat? Dat kan.
Het is een druk gezin, een drukke zaak, altijd mensen over de vloer. En ik was, zo jong als ik was nog een outgoing type. Zo jong als ik was, had ik een adres, een gezin waar ik echt gewoon aandacht kreeg. Het was gewoon heel druk bij ons thuis en dat gezin kreeg ik echt aandacht. En ik noemde haar Tante Dien. Die zelfs 5 jongens had en ik was haar meisje. Ik was een jaar of 2,5, helemaal kaal nog, geen haar op mijn hoofd. En ontdekte een gat in de heg bij ons thuis. En met mijn driewieler kroop ik er doorheen op weg naar Tante Dien, waar ik aandacht zou krijgen. Onderweg, midden in het dorp, was daar een dorpsvijver. En vroeger stonden daar geen hek omheen. Je raadt het al. Ik ben blijkbaar met mijn driewieler zo de vijver ingereden. Zelf weet ik er niks meer van. Maar mijn moeder schreef dit verhaal er vrij recent op. Voor mij. Toen zegt ze, toen je voor de 2e keer kopje onderging, sprong er iemand van de fiets en ze heeft je als een reddende engel uit het water gehaald. God had haar gestuurd. Mijn gevecht met het water. Ik worstel en kom boven. Maar voor een doel en een bestemming die God op mijn leven heeft gelegd. En op iedere persoon zit een doel. En op iedere persoon zit een bestemming. En ieder goed werk dat hij begonnen is, dat zal hij afmaken. Wat er ook gebeurt. En iedere belofte die hij over je gesproken heeft, dat zal hij vervullen. Ook al zijn er worstelingen. Zijn beloftes zijn ja en amen. God is nog niet klaar met je. God is nog niet klaar met je. De afgelopen weken heeft Peter gesproken over genezing van emotionele pijn. En afgelopen zondag geen passie zonder pijn. Weet je mijn titel? Ik worstel en kom boven. Ik worstel en ik heb de overwinning. Jaren terug heeft Peter gesproken en dat is altijd zo'n quote die blijft hangen. Zonder strijd geen overwinning. Er is geen overwinning zonder pijn. Dat gaat soms gepaard met worstelen. Dat gaat. We worstelen niet alleen in ringen. Gevecht van worstelen. Dat doen we niet alleen. Maar we worstelen soms met onze zwakheden. We worstelen soms met onze verslavingen. We worstelen soms met onze pijn. Onze wonden. We worstelen misschien wel in ons huwelijk. We worstelen soms in onze relatie. We worstelen misschien wel over wie we zijn. We worstelen soms niet zichtbaar voor de buitenkant. Maar we worstelen binnen over onszelf. Ons en met onszelf. We worstelen soms over onze roeping. We worstelen soms met het doel. Wat is het doel van mijn leven? Wie we zijn. Weet je, we worstelen soms over de visie. Wat is de visie voor mijn leven? We worstelen als we jong zijn. We worstelen als we oud zijn. Wie je ook bent. Hoog opgeleid of geen opleiding. Of je nou zwart bent of wit bent of geel of rood. Mensen zonder baan of mensen met een baan. Ieder mens worstelt. En de meeste mensen worstelen over hun identiteit. Zoals God ze bedoeld heeft. We worstelen met onszelf omdat we niet toelaten. Of we ons willen overgeven aan God. Zodat hij ons de overwinning wil geven. En ik wil jullie meenemen naar een man in de Bijbel. Naar een man in de Bijbel die worstelde. En zijn naam is Jacob. Dat is wel een bijzondere naam. Ik hoop niet dat er heel veel Jacobs in ons midden zitten. Want zijn naam betekent bedrieger. Het is niet zo leuk, maar goed. Het meeste van zijn identiteit was zichtbaar in zijn naam. Die hij bij de geboorte kreeg. Maar gelukkig bleef het niet zo. Hij kreeg een andere naam. Die paste bij de identiteit die God voor hem bedoeld had. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in de betekenis van naam. Dat vind ik altijd heel interessant. Dat is zo belangrijk. Zo belangrijk van een naam. Die heeft zo'n betekenis, heeft een doel en heeft ook een bestemming. Het moment dat je iemand bij naam roept. Je spreekt het als het. Iedere keer spreek je het gewoon uit. Ik heb Jacob roep. Bedrieger, bedrieger. Maar als wij namen zien in de Bijbel, hebben ze vaak een doel en ze hebben een betekenis. En sommigen soms rond situaties van geboortes. Als je aan Mozes denkt. Uit het water gehaald. Mozes, uit het water gehaald. De naam Jabes. Zijn moeder had het zwaar gehad tijdens de bevalling. En ze had pijn en ze had verdriet. En daarom noemen ze hem Jabes. Nou, als je hem dan roept, hey Jabes. Dan roep je eigenlijk iedere keer pijn en verdriet. Er komt Jabes aan, dat is niet fijn. Pas had ik gesprek met iemand en haar kleinzoon die werd verwacht. En zijn naam waar ze voor gekozen hadden, dat was Thunder.
In het Nederlands is het donder. Nou, iedere keer als je dat roept, jongen, jongen, hey donder! Nou, het is vast een echte donder. Sorry, maar daar moest ik even aan denken. Zo belangrijk wat voor naam je kinderen geeft. Weet je, denk aan Jezus, zijn naam. Betekent God van redding. Hij was geboren voor dat doel. Om mensen te redden. En om mensen te herstellen en terug te brengen bij God. Weet je, het verhaal van Jacob. Jacob's vader was Isaac. En Jacob's grootvader was Abraham. De vader van alle gelovigen. En Jacob, weet je wat hij was? Hij was een snelle pater. Hij had een groot ego. Hij praatte zijn weg overal uit. Was op zichzelf gericht. Was altijd bezig om een betere deal te sluiten. Hij was verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar met die voorbeelden die hij gezien had. Zijn opa Abraham bedroog en loog over zijn vrouw. Hij zegt, het is mijn zus. Zijn eigen vader Isaac bedroog en loog over Rebecca. Ook zijn moeder. En zijn moeder hielp hem mee. Stimuleerde hem zelfs om zijn vader, eigen vader te bedriegen. Zijn naam was niet alleen bedrieger, maar betekende ook iets grijpen, iets pakken. En bij zijn geboorte, weet je, Jacob is samen met Esau geboren, zo'n tweeling was het, Esau en Jacob. En Esau werd eerst geboren. Maar Jacob had de voet vast van Esau. Hij greep erna, hij greep gewoon die voet vast. Zo van, ik wil eigenlijk de eerste zijn. Jammer dat het niet gebeurd is. Hij greep erna. Uiteindelijk grijpt hij het, die zegen grijpt hij naar de eerste geboortezegen. Hij greep het geboorterecht van Esau. En hij bedroog zijn vader en zijn broer Esau. En deed zich voor als Esau om de zegen van de eerstgeborene te krijgen, te ontvangen. Esau wilde Jacob doden. En daarom was hij al 20 jaar voor op de vlucht. Weet je, laten we dat gaan lezen. En dat staat in Genesis, even in het kort heb ik dat even verteld. Maar laten we gaan lezen in Genesis 32 vanaf vers 22. En er staat, diezelfde nacht stond hij op. En nam zijn 2 vrouwen, zijn 2 slavinnen en zijn 11 kinderen. En stak de doorwaarde plaats van de Jabok over. Hij nam hem mee en liet hem de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem tot de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij het heupgewricht aan. Zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zeide tot hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob zei, toen zei hij, u zal voortaan niet meer Jacob heten, maar Israël. Want u hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mens en hebt overwonnen. Weet je, ik worstel en kom boven. Weet je, worstelen is een kracht waar je controle probeert uit te oefenen. Worstelen is je eigen controle houden, vasthouden. Worstelen soms om je controle los te laten en het zelf te grijpen. Weet je, ik wil even wat van mezelf vertellen. Ik heb een hart voor missions om uit te reiken aan de wereld om ons heen. En op een conferentie werd mijn hart heel erg geraakt voor Pakistan. En afgelopen zomer hadden we iemand op bezoek die outreach en campagnes doet naar Pakistan. Ik was benieuwd wat hij allemaal deed. Maar aan het einde van het gesprek zei ik, als jij nog een keer gaat, wil ik wel met je mee. Oeps. Op dat moment had ik dat niet moeten zeggen. Mijn geweten, en ik heb er 2. En ik heb Petrus mijn geweten en ik heb mijn... En ik heb zelf een geweten. Want Peter zei, dat was niet zo handig van je om dat te zeggen. Ja, ik wist het al. Want ik wist op dat moment, weet je, ik greep er gewoon aan van, weet je. Misschien is dat wel een wegje, misschien is dat een open deur. Dat kan ik dan even proberen. Dat was gewoon niet de bedoeling. En een worsteling begon. Ik moet het rechtzetten. Het is niet goed. En afgelopen week had Peter deze persoon had hij aan de telefoon. En ik legde een briefje onder Peter zijn neus van, ik wil die persoon even spreken. En ik heb hem verteld van, sorry, weet je, het was niet Gods moment om dat te vragen. Ik probeerde zelf die deur te openen. Ik weet dat grijpen en zelf deuren openen, dat werkt niet. Echt niet. Het werkt echt niet. God kent mijn verlangen en ik heb het teruggelegd in zijn handen. Als God deuren opent, is dat de beste weg. Een paar dagen later werd ik gebeld. Iemand anders. Ik heb je op mijn hart.
En ik bel je om te vragen of je mee wil naar Pakistan. Gaat een naaiatelier opgezet worden. En voor vrouwen, en hierbij ook een uitnodiging om te spreken voor die vrouwen. Het is, ik weet dat nu nog niet de tijd is, maar ik weet gewoon, dit was een deur die God opende. Aan de ene kant dacht ik, ik moest het rechtzetten. Het was een worsteling, ik moest het rechtzetten. Ik had er zelf naar gegrepen. En als je dat, weet je, als je dat aan God overgeeft, dan komt God met een andere deur, die hij zelf opent. Weet je, vertrouw op Gods belofte. Als God je beloftes heeft gegeven, als hij erover spreekt, een ding op je hart legt. Probeer niet zelf te grijpen, maar bid dat hij de deuren opent. Weet je, worstelen. Worstelen over je identiteit. Hoe je jezelf voelt. Weet je, deze man die worstelde. Hij was Jacob en hij was Jacob en hij was Israël. Wat God in hem gelegd. Het kan zomaar zijn dat deze twee met elkaar aan het worstelen waren. En degene die op die dag wint, is degene die jij bent. Want dan worstel je mee. Weet je, Spreuken 23 vers 7 zegt, zoals een mens denkt, zo is hij. Weet je, een innerlijke worsteling, een innerlijk gevecht. Het is een innerlijk gevecht. Het is als een spiegel waar je in kijkt. Het is innerlijk gebeurd dat. Want wij mensen worstelen met wat af in ons leven. Wij worstelen wat af in ons leven, met onszelf. Wie ben ik? Maar hoe wij onszelf zien, het is zo belangrijk om ons te zien zoals God ons ziet. Een van de vragen die ik wil neerleggen. Heb jij ooit geworsteld met God over iets wat hij wil dat je doet? Worstel je dan tegen hem? Waar worstel je om? De een worstelt met wat achter hem ligt. Zijn verleden. Een ander worstelt met wat komen gaat. Kan ik het wel aan? Wat staat mij te wachten? We worstelen met verwachtingen van onszelf. En soms de druk of verwachtingen van anderen, die anderen op ons leggen. We worstelen met onze angsten. Met onze vragen. Met onze twijfels. We worstelen met de keuze die we hebben gemaakt. Hebben we het wel goed gedaan? Of moest het toch anders? Onze worstelingen laten we soms niet zien aan mensen. Gebieden in ons leven waar we dat stukje niet willen overgeven aan God. We willen graag zelf de controle houden. We willen het niet compleet overgeven. En tegelijkertijd willen we zo graag dat juist God het probleem oplost. Dat God ons zegent en dat hij de situatie verandert. Jacob was zo iemand die graag controle hield. Eigenlijk was hij zijn hele leven aan het worstelen. Als tweeling in de buik van Rebecca waren ze zelfs aan het vechten. Esau en Jacob. De Bijbel zegt, de kinderen stoten in haar liggen tegen elkaar aan. Dat staat er in de Bijbel. Jacob is daar, dat moment, is hij nu op de plek waar hij nu is, waar we beginnen. En is hij 20 jaar verder. En hij weet dat hij Esau gaat ontmoeten. Esau, die komt. Het was voor hem gewoon een benarde situatie. En hij was op een punt gekomen. En hij wist dat hij niet verder kon. En dat hij alles moest loslaten. En daar begint het mee. Genesis 32, vers 23b. Alles wat hij had, staat het begint het Bijbelgedeelte. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Hij nam zijn twee vrouwen. En vrouwen staan het symbool van bemoediging. Hij liet het los. Hij liet het gaan. Hij nam zijn kinderen. Het staat symbool voor zijn toekomst. Dat is de toekomst. Hij liet het los en hij liet het gaan. En zijn vee staat symbool voor zijn rijkdom. En hij liet het los en liet het gaan. Alles wat hij had. Alles wat hij had. Alles waar hij voor gewerkt had. Alles waarvoor hij gezocht had. Het loslaten van deze dingen. Om alleen het proces met God te gaan. Je kunt je niet vasthouden aan je man. Je kunt je niet vasthouden aan je vrouw. Je kunt je niet vasthouden aan je rijkdom. Aan je huizen of bezittingen. Jacob is daar alleen op zichzelf teruggeworpen. Zoals we soms daar allemaal wel in staan. Op een kruispunt in ons leven. Een keuzemoment. Jacob daar. Op een man op een kruispunt van zijn leven. Angstig voor de ontmoeting van Esau. Die hem eigenlijk wilde doden. Maar verlangend naar verzoening in zijn leven. Dacht het met cadeaus af te kopen. Want hij had al wat klaargemaakt voor Esau en dat ging voorop. Moe van alle bedrog. Niet meer verder kunnen. En de Bijbel zegt, en hij bleef alleen achter. Nadat hij alles had losgelaten. En hij bleef alleen achter. En dan brengt me bij mijn eerste punt. God ontmoet ons op een plaats van afzondering. God laat zichzelf zien op een moment
als wij op een plaats komen van alleen zijn. Mozes was alleen in de woestijn en God sprak tot hem door de brandende braamhoes. Hij riep hem. Hanna was alleen in de tempel en God vertelde haar dat ze een zoon zou krijgen. Abraham was alleen toen God hem de sterren van de hemel liet zien, zijn toekomst. Jacob was alleen midden in de nacht en een man worstelde met hem. God, God zelf. Jezus zelf, zonder zichzelf alleen, om alleen te zijn met de Vader. Jezus was alleen in Gethsemane en hij worstelde voor jou en voor mij. Jezus was alleen aan het kruis en hij worstelde met de ziekte en de zonde voor jou en voor mij. En Jezus ging alleen in de hel. Hij worstelde met de vorst van de duisternis die de macht van de dood had en hij overwon. En Jezus stond op uit de dood. Hij worstelde en hij kwam boven en hij overwon. Als wij ervoor kiezen om alleen met Jezus te zijn, dan worstelen we. We worstelen, maar we komen boven. En we overwinnen. Alleen met God. Weet je, de wereld om ons heen. Het is druk, het is lawaaierig. Maar bouw momenten van rust in. Zonder je af. Wees even alleen. Dat kan gewoon heel eenvoudig. Ga gewoon in het bos lopen. En praat met hem. Praat met hem. Of ga zitten en pak het woord. Weet je, het woord van God. Weet je, die leeuw in die vlag. Weet je, de Bijbel zegt van een leeuw, Psalm 104, vers 21. De jonge leeuwen brullen om hun prooi en verlangen van God hun voedsel. Gevoed worden door het woord van God, waar God doorheen spreekt. Het woord is voedsel. Het woord is onze kracht. Dat hebben we zo nodig. Weet je, Jacob was er alleen en hij worstelde met God. Worstelen is pijnlijk. Weet je, in het midden van dat proces van die worsteling met Jacob. Met zijn bedrog deed hij anderen pijn. Hij deed zijn vader bedrogen en hij heeft zijn broer bedrogen. En dat niet alleen, hij deed zichzelf pijn. Zijn heupgewicht raakte ontwricht, zegt de Bijbel. Hij deed zichzelf ook pijn. Weet je, God brengt ons door een plaats van overgave. Dat is mijn tweede punt. God brengt ons naar een plaats van overgave. Dat Jacob op zo'n punt kwam, omdat God gevraagd had. In Genesis 31 kunnen we dat lezen. God vraagt daar aan Jacob. Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. En dan staat er, dat vind ik zo gaaf, dan staat er met een belofte. En ik zal met je zijn. Het was God die dat tegen hem sprak, dat hij moest teruggaan. Jacob was zo bang. Hij had angst voor zijn broer Esau. En hij bidt het uit in God, dat kun je lezen in Genesis ook. En hier zie je de strijd van angst en geloof. En dan zegt hij, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac. U die tegen mij gezegd hebt, ga terug naar uw land en naar uw familiekring. U bent trouw geweest. U bent trouw geweest 20 jaar lang. Die 20 jaar dat ik weg ben. U bent trouw geweest. Maar red me uit de hand van mijn broer. U hebt zelf gezegd, ik zal met je zijn. Hij ketst weer terug naar God. U hebt gezegd dat u met me zal zijn. Weet je, als wij bidden, woorden van leven spreken. Woorden van, Heer, dit heb u gezegd. Dat kun je gewoon uitspreken. En Psalm 27, vers 1 zegt zo: de Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik bang zijn? Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik angst hebben? Geloof en angst, beide dwingen je om iets te geloven in iets wat je niet ziet. Het is jouw keuze. Geloof is wat je niet ziet, maar je angst overwint. U bent bij me. God is met ons. Dat is geloof. Hij is er. Weet je, mensen met moeilijke omstandigheden, mensen met moeilijke dingen, waar je voor weggevlucht bent. Weet je, je kan 20 jaar lang dingen voor je uitschuiven. Er komt een dag dat je het onder ogen moet zien. Probeer niet Gods agenda te veranderen, maar kom in lijn met God. De beste plaats is in het centrum, in de wil van God. En dat is gehoorzaam zijn in alles wat Hij van ons vraagt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is volledige overgave. Ik ga doen wat u van mij vraagt. En we zingen het zo regelmatig, weet je, I surrender all. Heer, hier ben ik, Heer, alles is van u. Weet je, en dan, als je dat zingt en doet en zegt en beleidt, dan komt er een moment dat God het echt van je vraagt. En dan begint de worsteling. Dan begint de worsteling. God eert ons. We hebben een vrije wil van God gekregen. En God eert ons om onze vrije wil. God wil niet dat wij gedwongen worden om te doen wat Hij zegt. Dat wil Hij niet. God wil dat wij Hem gehoorzamen omdat we Hem lief hebben.
Maar sommige mensen moeten eerst de bodem raken om wakker te worden, om bereid te zijn zich over te geven aan God. Stop om er tegen te vechten en begin volledig te omarmen waar God je voor geroepen heeft om te zijn. God wil voorzien in een succesvol leven. Als jij jezelf overgeeft aan Hem. Wie zijn leven verliest, wie zijn leven overgeeft, die zal het vinden. De beste plaats is het centrum van zijn wil. Ik kan je zeggen, als je echt je leven compleet overgeeft aan Hem, krijg je gewoon het beste leven wat er is. En dan vraagt God aan Jacob, wat is je naam in die worsteling? En eigenlijk zie je door, zie je door het woord heen, dat het de eerste keer was dat Jacob zijn naam zei. Echte overgave is niets van jezelf achterhouden. Jacob die is er met God om te worstelen, met die man. En dan zegt hij, ik ben Jacob, ik ben de bedrieger. Tegen Esau zei hij, of tegen Isaac zei Jacob, ik ben Esau. Het was een leugen. Tegen Rachel zei hij, die hij bij de bron zag, ik ben de neef van je vader. Hij zet een andere naam. Pas aan het einde van de worsteling, in de nacht, zegt hij, mijn naam is Jacob. Hij gaf zichzelf over en noemde zijn naam, wat hij was. En dat stukje gaf hij over. Maar God geeft hem een nieuwe naam voor wie hij is. De Bijbel zegt, toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob heten, maar Israël. Want u hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overwonnen. Van Jacob een bedrieger, van een manipulator naar Israël. Een prins van God, een koninklijk, een strijder van God. Met die overgave komt een nieuwe naam. De profeet Jesaja zegt het zo. En dat hebben wij ook. We krijgen een nieuwe naam. U zult met een nieuwe naam genoemd worden. In de Openbaringen staat het ook. Aan wie overwint, ik zal hem geven een witte steen. Maar op die steen een nieuwe naam geschreven. Het kennen van je identiteit, het kennen van je nieuwe naam komt door een levensveranderende ontmoeting van Jezus. Met Jezus. Om ontmoeting met Jezus. Hij houdt van je. En alle labels, alle namen waar de wereld en de mensen om je heen je mee genoemd hebben, haalt Hij van je af. Dat breekt Hij van je af. In Jezus Christus ben je een nieuwe schepping. Een nieuwe naam. Komt tevoorschijn als een nieuwe schepping. Wat God in je gelegd heeft. God wil je succesvol maken in je leven. Maar geef het over. Derde punt. Ik zie dat ik al bij over mijn tijd heb. Nog even nodig. God zet ons in een plaats van zegen en overwinning. Ik worstel en kom boven. Dat is de overwinning. Jacob's reactie is, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Was hij dan al niet een gezegende? Hij de zegen van zijn vader gekregen? Nou ja, gekregen, hij had het gestolen. De geboorterecht kon je maar één keer weggeven. De zegen van de, in Bethel was hij gezegend. Ontmoeting met God en met land. Bij Laban heeft hij na 2 keer 7, dat was 14 jaar hard werken, had de zegen verworven van Lea en Rachel. En hij wordt gezegend, maar op een andere manier. Met een andere naam. Niet als Jacob, niet als bedrieger wordt hij gezegend, maar als Israël. Als strijder van God. Je hebt een moedige strijd geleverd. Met jezelf, met je ego, met je naaste en met mij. Je zult winnen als je niet opgeeft, maar jezelf overgeeft. Een keerpunt in het leven van Jacob. En ik bid ook een keerpunt in het leven van onszelf. Je mag leven vanuit vergeving. Je mag leven vanuit vrede en verzoening. En je bent bestemd voor het leven. Jacob ontmoet Esau en omarmt hem en kust hem en ze huilde. Wat een zegen. Een zegen van verzoening. Met jezelf, met wat je was. En om te worden zoals God voor in de ogen van God bedoeld bent. Worstelen, je doet het niet alleen. Je doet het niet alleen. Er is er één die aan de andere kant staat. Die zijn hand uitstrekt naar jou. En jou helpt. En zijn naam is Jezus. En hij wil dat we niet alleen worstelen. Volhouden. Volhouden en niet opgeven voordat je wint. Je zal winnen. Je hebt de overwinning al behaald als je niet opgeeft. Zonder strijd, geen overwinning. Hey, we zijn er voor en we zijn er met elkaar. En als wij mensen zien worstelen met zichzelf of over zichzelf. Weet je, doe net als die vrouw die toevallig, ja niet toevallig, langs fietsen. En spring van je fiets en help de ander. Geef liefde. Spreek woorden van leven. Ik denk dat het zo belangrijk is om ze te laten weten dat er iets in hun is om voor te vechten.
En je ziet gewoon de bestemming, de Israël in hun. En ik bid dan, ik bid dat die leeuw, Jezus de leeuw, en ik bid dat die leeuw, die kracht die God in je gelegd heeft, je de overwinning geeft. Weet je, als een leeuw een prooi heeft, zet hij zijn poot erop. En geeft hij een brul van overwinning. En dat kunnen we helaas niet doen vandaag. Dat is wel jammer, want Rutte zou zeggen, hou je bek. Maar we kunnen hem wel aanbidden. The Lion and the Lamb. Ik worstel, maar kom boven. Amen.